Hoe zeg je dat? Dat zijn best kinderen met een gebruiksaanwijzing. Ja, ja. En Rob krijgt nu ook een aparte opleiding daarvoor om dat aan te kunnen. Oh, ja. En Rob was vrijwilliger hier in het Hofje. Ja. En toen heb ik hem gekoppeld aan de directeur van de Einde. Oh ja. Aad van Loenen. Ja. Hij is een grote vriend van me geworden. Ja. En het gaat heel... Hallo Cynthia. Dus alle vrijwilligers lopen door elkaar heen. Ja, ja. Dat ziet wil er goed je een kopje uit. Soep? Lekker. Ja. Ja, nee, ja. Maar, hoor. Wat is het voor soep? Ertessoep. Ertessoep, nou hartstikke mooi. Ja, het blijft toch over. Dus... Ja. Want? Van Wouw. Nadat ze dit hofje had gesteld, zij is ook boeken gaan schrijven. En terwijl ze geen kinderen had, is ze iets gaan doen. Je wilt niet geloven. Ja. Zij heeft 2 boeken geschreven over de opvoeding en educatie van kinderen. Dat is natuurlijk ontzettend wonderlijk, terwijl je zelf geen kinderen hebt. Ja, je zou zeggen, schoenmaker hou je bij je leest, maar dat is dus niet gebeurd. Daar heeft ze 2 boeken over geschreven. Die boeken zijn niet bewaard gebleven.